Oké, jongens, zo, jullie hebben de eerste winnaar. Eigenlijk, hoe zeg je dat, winnaars? Ja. Die hebben 2 jaar gehad. Ja, dan gaan de geschiedenisboeken in, Dave. Sowieso, hè? Ja. Gekke 2 jaar, maar... Ja, heel raar, ja. Heel raar. Nou, jullie hebben wel verdiend in ieder geval, hè? Ja? Ja, vind je? Ik wel. Ja, nou, dankjewel. Ik ben benieuwd. Je had hem ook verdiend, Dave. Ik ben benieuwd wie de volgende... Nou ja, ik ben benieuwd wie de volgende winnaar is. Ja, ik ben ook benieuwd naar. Ik denk dat er zat mensen zijn die hem verdienen, maar... Tuurlijk. Inderdaad dat. Ik heb hier, hè? Ja, tuurlijk. Jij mag er winnen. Voor mij wel. Of Naafje. Herkent iemand die trofee daar? Het is een trofee die al wel even oud is, maar die voor het eerst, volgens mij sinds zijn bestaan, een jaar niet uitgereikt is geweest. En om nou 2 jaar niet uit te reiken, vonden we zoiets van, dat kan niet. Dus toch. Hé, hey, dat was een goede hand. Gelijk weer. Hugo, wat weet je? Jullie hebben 2 jaar in bezit mogen houden. Ja. Ieder een jaar geweest, of? Nou, die ging op een gegeven moment verhuizen. Hij zegt, neem hem nou maar, want hij staat in de weg. Ja. Een beetje stof te halen, maar... Maar we hebben allebei een jaar. Ja, allebei een jaar. Het nek is afgesloten. Uniek, hè? Ja, denk dan de boeken in. Ja, zeker. Ja. Maar ja, dan wordt het toch tijd om weg te geven. Inderdaad. Ja. En hoe voelt dat? Doet dat toch een beetje pijn? Of? Nou, eigenlijk niet, want er zijn eigenlijk zoveel mensen binnen Unico, denk ik, die er recht op hebben. Dus alle eer en gemak, denk ik, dat we een dorp hebben, toch? Zeker. Ja. Ik denk dat Monique ook blij is. Slecht. Ja, en daarom zijn we dan inderdaad hier, om inderdaad weg te geven. En je voelt hem volgens mij een heel klein beetje. Ja. 29 jaar kamp. Leider, trainer, keeperstrainer, zelf gevoetbald, Millennium Toernooi, vlagger. Mis je nog iets? Vervelende vader. Help! Vervelende vader, kijk. Ik denk dat je het hele regiment wel een beetje op moet hebben. Het staat volgens mij in mijn verhaaltje op de campsite, dus wat ik allemaal gedaan heb. Dus, Ja. En wij als bestuur hebben zitten nadenken van ja, we wilden hem toch weer uitreiken. En we kwamen eigenlijk met 10 minuten zaten we allemaal op dezelfde naam. Heineken. Nee, het was koffie. Dus het is allemaal aparte tijd. Dus het is allemaal afstand. Maar bij deze, namens... alles en iedereen bij Eligio willen wij jou de Kaufman trofee overhandigen. Self-service. 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 Ja, die komt van goed. Misschien jullie de achterkant. Oh ja, is goed idee. Ja, de second mag wel. Ja, natuurlijk. Komt wel goed. Jij wel. Ja hoor. De puzzelstukjes vallen, zeg maar. Het is de eerste keer ik zie Arjen bijna sprakeloos. Ik heb mijn baas hier nog nooit gemaakt, mijn huis is gestuurd. En mijn vrouw heeft van de week gebeld, zeg maar, van ja, doe maar weer, ik. Nu wordt nooit. Van de week, het is al nog sinds gisteren. Ik ga 3 keer knipperen. 4 misschien. Dat is 51 keer. Dankjewel jongens. Maar ik denk, ik sluit me denk aan bij jullie, zeg maar. Ik ben vereerd dat ik hem krijg. Ik vind het ook weer niet nodig, want er zijn zat mensen die wat doen bij Eligio, zeg maar. Maar ik vind het ook een hele mooie traditie die in ere gehouden moet worden, zeg maar, om de mensen die zoveel werk doen en de tijd geven aan ons club hier, zeg maar, om die te waarderen. Maar dit is wel een hele grote slag en een kers in één. Dank jullie wel. Een foto met Joyce. Heb jij wat moeite? Ja. Ik zie hem al met heel. Hoe is dit? Gaat het tussen? Ja. Hartstikke goed. Misschien is Gaan we even een plaatje afsluiten?
Ja, ze stoppen dan mee. Gaan we dit gelijk aflopen? Ja. 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 Stimulans zegt het ook altijd, hè? Want het is een doorgeefdraai, het is stimulans. Ja, dat zou werken. Dus je moet anderen stimuleren om hem inderdaad... Rustig Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar er is nog wat. En ik ben naar huis gestuurd van door mijn bazin. En die zei op een gegeven moment... Ja, je moet echt om 1 uur weg. Ja, je moet echt om 1 uur weg. Ik moet dat nog doen. En toen was het om 1:30, toen appte ze, ben je nou al weg? Ze zei, nee, ik ben nog even dit te doen. Je moet nu weg. Ja, het zal wel. En toen, ja, ik ben gewoon naar huis gegaan en ik denk, ik ga gewoon bij de jongens kijken. Even, die zijn ook die bollen aan het bakken. Ja. Ja, toen stond ik hier, toen dacht ik, van, nou, kom wel een beetje veel mensen binnenlopen. Er zijn grappen en rollen en dan gaat gewoon nog beginnen met zijn praatje. En dan, ja, dan gaan de puzzelstukjes vallen, zeg maar. Deze leuke foto met de 2 jongens. Ja. Zeker weten, een hele week. Met lekker bier. Oh, ja. Ja, en 80 kinderen. Ja. Hey, dankjewel jongens. Christier hier. Hey, dankjewel.